heftig wat ik heb meegemaakt. En tegelijkertijd wilde ik er ook wel werk over maken, omdat ik merkte dat dat wat ik voel of ervaar niet zozeer terugkomt in wat je om je heen hoort over aanslagen. Dus ik vond het wel belangrijk om dat gevoel te verwerken dan, in die zin, voor mezelf persoonlijk. En om tegelijkertijd dat gevoel wat je toch niet kunt overbrengen, probeer ik toch op een onmogelijke manier te vatten met het werk. Ik heb ook heel bewust de teksten allemaal ingelijst en die teksten samen vormen eigenlijk het verhaal en vertellen eigenlijk wat er bij je aan de gang gaat. En dat beeld is meer de visuele aantrekkingskracht tot die tekst misschien.